Goedemiddag. Hallo. De lijst wordt er niet korter op, hè, met afwezigen. Nee, dat schiet niet op. Baart dat uw zorgen? Nou, je wil op een gegeven moment wel eens een keer naar een elftal toe waarvan je denkt dat zou het kunnen zijn. En ja, dat duurt wel lang. Ja, griep heb je geen invloed op, want nee. Dat betreft ons allemaal. En de blessures, ja. Hoe staat het daarmee? Nou, het gaat wel de goede kant op. Kiesnaar die traint eigenlijk volledig mee. Maar daar willen we toch niet het risico mee lopen dat voor 1 week is, laat ik het zo zeggen. Dus die plannen we. Waarschijnlijk dat hij volgende week weer bij de selectie kan zitten. Maar traint wel nu, deze week, met de groep volledig mee. Dus dat is dus. Maar Breinburg, die gaat ook volgende week weer meedoen. Nou, Hol, die had een knietje gekregen, die kan ook niet spelen morgen. 2 zieken, Klas en De Waal. En een twijfelgeval van Slegers. En die is twijfel omdat hij nog niet veel getraind heeft? Nee, niet omdat hij niet getraind heeft, maar ik hoop dat ze het allemaal regelen, maar dat moet nog. Oh, de papierwinkel? Ja. Oh, dat schiet ook niet op dan? Nee, maar ik moet misschien niet. Op dit moment is het nog niet rond, laat ik het dan zo zeggen. Maar inschrijven is toch tot donderdag 12 uur? Voor 5 uur. Voor 5 uur? Ja. Dus de directeur die komt stoom uit zijn computer op dit moment. Die is volop bezig. Nou, het komt meer bij mij dan denk ik dan bij anderen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat het 10 dagen moet duren voordat de papieren rond zijn. Waar zit het hem dan in? Weet ik echt niet. Het heeft ook te maken met de bond van de Emiraten. Maar als u een belletje doet als voormalig bondscoach, dan moet hij er toch wel bovenop de stapel dan komen. Dan denk ik dat ze helemaal niet meer vrijgeven. Nemen ze niet op? Jawel. Maar hoe ziet het elftal er dan uit voor morgen? 11 spelers, in ieder geval. Wel. En in ieder geval 11 wat de strijd anders zal gaan. Dus daar heb ik best wel een goed gevoel bij. Verheid en Kemper speelden midweeks niet. Die zaten op de bank. Gaan zij nu wel starten? Ja, Kemper wel. En met Thomas moeten we nog even kijken hoe die uit de training komt. Hoe gaat u Kemper gebruiken? Als een centrale verdediger of als een linksback? Als een linksback. En waar gaat Absalem dan heen? Die komt naast mij zitten. Daar leert hij ook een hoop van. De beste moet spelen. En ik denk dat Boy in het verleden wel aardig bewezen heeft dat het een vaste waarde kan zijn. Maar hij weet wel dat daar natuurlijk toch concurrentie achter zit. U ziet in hem geen centrale verdediger? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dan de nieuwe. Jij wel? Nou ja, hij heeft dat zeker in het verleden gedaan. En Absalem is natuurlijk wel een prima linksback. En centraal kan daar nog wel eens wat beter, toch? Want er wordt ook gekeken naar een nieuwe speler op die plek. Is dat zo? Heb ik me wel eens laten vertellen, ja. Niet door mij in ieder geval. Nee, de grote directeur die zegt er altijd wat over. Het verloopt stroef, begrijp ik. Zou er blij mee zijn? Ja, nou ja, goed. Open en eerlijk zijn we altijd. Is dat zo? Het verloopt stroef. Een hoop nee krijgt hij ook te horen. Dat heeft u vorige week zelf ook verteld. Krijgt hij een hoop nee te horen? Dat Wie? Zegt hij. Ja, thuis sowieso. Maar ook van spelers. Dat het niet nou, kan, dat clubs niet willen meewerken. Nee, maar het is natuurlijk toch vooral Ignacio en wij die over de spelers gaan. Ja, maar hij moet toch de krabbel zetten, toch? Ja, nee, ik vind dat Edwin het geweldig doet. Want het is nu rustig gelukkig rondom de club. Dat is al heel bepalend. Maar we zitten toch te wachten tot straks dat elftal. Eind van de maand, ja, dan moet dat elftal staan. Ja. Maar het begint morgen. Ja, precies. En dat is dan toch wel een lelijke streep door de rekening. Want ik nou kan ja, je weet dat niet zo snel gaat. Dat kan ook niet. Spelers die eventueel de kwaliteit hebben van aandeel hebben, die zullen ook wel verder kijken. En die gaan niet in één keer beslissen of ze bij ons willen spelen. MVV is een tegenstander. Wat weet u van die ploeg? Want het is een verrassende ploeg deze. Ja, de laatste 2 wedstrijden minder. Maar is een ploeg die op de 3e plaats staat. Dus dat zegt alles. En meer hoef je eigenlijk niet erover te zeggen. Dus wij staan 5e, 6e van onder en we zullen er tegenaan moeten. Met en weer daar ben ik ook eigenlijk niet zo bang voor, dat ze dat niet zouden doen. Het stadion is weer open, dat is ook prettig. Iedereen die wil mag. Ja, nou dat is natuurlijk geweldig. Ja, toch? En dat heeft het elftal ook nodig. Ik bedoel, willen we nog wat bereiken, hebben we zeker de steun van de fans nodig. Is het geloof er alweer een beetje na die 2 overwinningen? Ja, ik heb wel het gevoel dat ze trainen goed. Ik zie echt dingen op de training dat ik denk, nou, we gaan de goede kant op. En dan weet je nog eventueel wat voor jongens eraan komen. Ja, ik heb er zelf wel een goed gevoel bij.
Ja, en uiteindelijk hoe lelijk de overwinningen ook waren, dat doet wel iets met een groep, toch? Nou, ik zeg altijd, ik win graag met heel mooi voetbal, maar ik win ook heel graag met heel slecht voetbal. Ja, dat zie je op teletext niet. Wat zeg je? Dat zie je op teletext niet. Nee, maar dat maakt mij ook niet uit. Nou ja, waar je staat uiteindelijk toch? Dat is wel prettig. We moeten omhoog, dat weet het elftal. En als straks iedereen er is, dan gaan we ook omhoog. Daar ben ik echt van overtuigd. Dank u wel.